Workplace en mobility. Een belangrijk thema de afgelopen jaren tijdens corona. Hoe werkt het? Wie doet het? De organisatie ARP adviseert hier en levert hier diensten. Ik heb hier een collega van ARP in de studio. Jeff, goed je te zien. In hoeverre is nou die workplace veranderd de afgelopen jaren? Dat is een hele interessante vraag. Als je terugkijkt naar de periode voor de coronatijd, toen waren we eigenlijk continu met organisaties in gesprek over werken, over het beleid op werken, over thuiswerken, hybride werken. En eigenlijk kreeg ik continu de feedback van organisaties dat ze zeiden van nou, je hebt helemaal gelijk. Echter, bij ons gaat dat zeker nog jaren gaat dat duren. En ja, toen kwam corona. En toen zaten we in één keer met z'n allen thuis, 2 jaar lang thuiswerken. En toen ontdekten we ja, dat thuiswerken dus wel kon en dat hybride werken gewoon kon. En toen kwamen er in één keer hele andere vraagstukken bij ons terecht. Dus niet zozeer over hoe ziet die werkplek eruit, maar hoe ga je nou om met de nieuwe manier van werken? Betekent dat dan ook dat ARP in deze toch complexe tijd in corona, Jeff, ook een ongelofelijke groei heeft doorgemaakt op dit soort vraagstukken? Ja, ontzettend, ontzettend. Omdat de hele wereld ging in één keer met Microsoft, met videobellen aan de gang. En eigenlijk wist niemand, ja, hoe werkt dat nou precies, hoe zit dat precies? Dus wij hebben daar een hele belangrijke adviserende rol gehad naar organisaties toe om eindgebruikers mee te nemen in de wereld van videobellen. Jullie noemen dit Next Never Normal, de 3 N'en. Ja. Kan je ons uitleggen wat je daarmee bedoelt, Jeff? Next Never Normal, dat staat eigenlijk voor de situatie waar we nu in terecht zijn gekomen. In het einde van de coronaperiode dachten we allemaal van joh, we willen allemaal weer terug naar het normale. Echter, we zijn ons nu bewust van het feit dat het normaal gewoon niet meer terug gaat komen. Nee. Dus Next Level Normal, dat staat voor de organisaties die dat inmiddels begrepen hebben, omarmd hebben en daar ook een beleid op toegepast hebben. Mooi. Passen jullie dit Next Never Normal ook toe binnen ARP, Jeff? Ja, absoluut. Volledig. Volledig. We zijn een organisatie die maximaal open staat voor hybride werken. Werken op het moment dat je echt in je kracht zit. Hè, zit je niet in je kracht, dan kun je beter even iets anders gaan doen waar je wel energie van krijgt. Mooi. Dus ARP omarmt dat helemaal. Fantastisch. Ik praat hier verder ook met jouw collega Anouk. Inmiddels zit Anouk aan tafel bij mij, met Jeff gehoord. Anouk, jij helpt organisaties met name om dit soort projecten te realiseren. Klopt. Kan je iets vertellen over de route die je daarbij gebruikt? Ja, natuurlijk. Wij doen dat middels Workforce Enablement. En dat betekent eigenlijk dat wij op zoek gaan naar de visie van de organisatie. En dan proberen wij te projecteren op de visie die wij vanuit ARP hebben. En zo krijgen wij een mooi inzicht in waar de organisatie staat en waar zij naartoe willen. En daar helpen we ze bij. Betekent dat dan ook het afgelopen jaar, Anouk, dat jij ook dat er ook complexe projecten tot stand zijn gekomen onder leiding van jou? Ja, onder andere. Niet alleen door mij. We zijn natuurlijk een teamverband. Team, zeker. Maar we zien wel dat er veel complexere vraagstukken komen. Met name dat organisaties nu ook wel struggelen met dit nieuwe werken. Hè? Met het beleidsvorm daaromheen. En ook dat ze hun eindgebruikers, hun medewerkers daarbij tevreden willen houden. En voornamelijk ook willen behouden. Houden. Welke knelpunten zie je daar met name in dat soort projecten, Anouk? Dat ze wel inderdaad op zoek zijn naar van goh, hoe gaan we dat beleid nou vormgeven? Hoe kunnen wij onze medewerkers faciliteren om zo efficiënt mogelijk met elkaar te blijven samenwerken? Of we nou op kantoor zitten of waar we dan ook zijn, we moeten wel met elkaar samen kunnen werken. Mooi. Ik praat hier ook verder ook met jouw collega Noël. Noël, fijn in de studio. Waar Anouk het met name had over die strategieën, was ik met name benieuwd over de verschillen tussen organisaties. Zijn daar grote verschillen in te noemen? Ja, zeker zijn er grote verschillen te benoemen. Wat Anouk net heeft uitgelegd met Workforce Enablement, dat we meer zicht krijgen op het beleid, maar ook de cultuur van een organisatie, maar ook bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, zien we dat dat allemaal effect heeft op de adoptie van de technologische ontwikkeling. Dat houdt in hoe hoger de gemiddelde leeftijd, hoe lastiger het is om een bepaalde oplossing te adopteren. Ja. En betekent dat dan dat techniek daar leidend in is? Of moet techniek het sturend zijn? Wat verschil is daarin te noemen? Ja, techniek is eigenlijk iets wat je niet ziet. Of je probeert eigenlijk een oplossing te verzinnen waardoor de techniek eigenlijk onzichtbaar is. En die adoptie daardoor eigenlijk verhoogt. En we zien dat er verschillende vendoren op de markt zijn die ook verschillende technieken doen combineren met elkaar. Waardoor eigenlijk gebruiksgemak vriendelijker wordt. Ja, en ik kan me voorstellen met Next Never Normal dat jij dat ook hanteert in jouw gesprekken richting jouw klanten. Ja, dat klopt, zeker. Vandaar ook dat Workforce Enablement stuk. Waardoor we dus eigenlijk polsen van hey, hoe ver is een organisatie en in wat voor een gebied kunnen we daar advies op geven. Jeff, fijn om even Anouk en Noël aan het woord te hebben. Hoe kijk jij naar de ontwikkeling de komende jaren vanuit ARP?
Nou, dat is een hele interessante periode die voor ons ligt. Als je kijkt naar de komende jaren, dan zullen organisaties die zullen maximaal klaar moeten zijn voor die hele nieuwe generatie mensen die het bedrijfsleven gaan benaderen. Kijk, aan de ene kant zie je een hele grote generatie, X-generatie, die bedrijven gaat verlaten. Het zijn allemaal mensen die 40 uur per week werken. Er komt een nieuwe, jonge generatie voor terug, de zogenaamde Google-generatie. Ja, die helemaal geen 40 uur per week willen werken. En die willen ook niet standaard op kantoor zitten. Dus die hebben meer vrijheid nodig, meer flexibiliteit nodig. En bedrijven zullen zich daar maximaal op moeten instellen. Sterker nog, ik denk dat de bedrijven die niet meegaan, zeg maar, in het beleid om zich daarop voor te bereiden, ja, die zullen uiteindelijk gewoon heel zwaar weer terechtkomen. Betekent dat ook weer nieuwe kansen voor ARP, Jeff? Dat betekent zeker nieuwe kansen, omdat wij begrijpen dat helemaal. En we staan er ook in onze adviserende rol, staan we daar maximaal, zijn we daarvoor klaar. Ja, next never normal. Next never normal. Fantastisch. Dankjewel voor dat je hier was, Jeff. Tot de volgende keer. Dankjewel. Tot de volgende keer.